lekkere koffie. Ja, Peruaanse import. Handgeplukte bonen, zonnig gedroogd. Mm. Voorzichtig in het aluminium gepakt. Wat? Aluminium gepakt. Wat? In de folie gepakt. Waarna Peruaanse bergkinderen het klassikaal vacuüm hebben gezogen. 15 gulden per pak. 15 gulden? Ik zit 1/3 van mijn leven opgesloten in dit kantoor. Mag ik het misschien een beetje naar mijn zin hebben? Koekje. Koekje? Flinterdunne maiswafels, verwend in een chocoladebadje met cashewnoten. En moet ik dit soms met mes en vork eten? Hier is het bonnetje. 8,50. Ah, hoe was het bij de bank? Monique, koffie, koekje. We kunnen sluiten. Mooi, dan ga ik even winkelen. Nee, ik bedoel, we kunnen de zaak wel sluiten. Voor altijd. Ik heb vanochtend een gesprek gehad met mijn baas. Ah, goed nieuws. Als wij de achterstallige rente niet binnen 2 weken gaan betalen, gaat de hele zaak onder de hamer. En wat ga jij daaraan doen, Kramer? En wat ga jij daaraan doen, Kramer? Rustig. Ik ben er al lang mee bezig. Wat loop je nou weer voor paniek te zaaien? Wat loop je nou weer voor paniek te zaaien? Als ik de bank niet kan overtuigen dat jij gaat betalen, dan wordt alles in beslag genomen. Dan wordt alles in beslag genomen. Rustig nou. Ik zeg toch, ik ben er mee bezig. En het komt prima in orde. En weet je waarom? Nee. Nee. Omdat ik een plan heb. Omdat hij een plan heeft. Nou, dan mag het wel een heel goed plan zijn, anders staat je niet zo meteen op straat. Nou, dan mag het wel een heel goed plan zijn, want anders staat je niet wat? Rustig nou. Ik zit vol goede ideeën. Weet je waar jij voor mee zit? Dat wil ik niet weten. Kramer, de bank eist een businessplan. Oké, een businessplan. Komt voor elkaar. Momentje. Ik ben ook altijd veel te makkelijk voor jullie geweest. En het wordt hoog tijd dat we gaan bezuinigen. Wat we allemaal niet uitgeven aan onnodige zaken. Lekkere koffie trouwens. Dat mag ook wel van 15 gulden per pak. En wat is dit? 8,50 gulden. Het zijn handgedroogde maiswafels. Nou, dat betaal je voortaan zelf maar. Net als al die dure lunches van jou elke middag. En dat telefoneren met je vriendinnen moet ook maar eens afgelopen zijn. Begrepen? Hey. Hi. En wie is dat? Chinees meid, we gaan er vandaag weer even flink tegenaan. Dat is mijn masseur. Wegwezen jij, Chinese Vries doet het voortaan maar zonder masseur. Ze heeft het nodig, maar betaald. Bel je? Hou, ik zit de hele dag achter die computer. Daar krijg ik een stijve nek van. Als ze me maar geen geld kost. Dus ik moet zo meteen weer terug naar Monique. Met mijn plan. En wat mag dat dan wel niet zijn, dat plan? Ik zou het echt niet weten. Wat ga je dan zeggen? Ik heb nog wel een plan. Elke tweede auto gratis. Yeah, right. Daar verdien je geld mee. Serieus, daar komen ze op af. 2 voor de prijs van 1. Ready? 2? Hoe rij je in godsnaam 2 auto's de garage uit? Ja. Nee, het kan helemaal niet. En dat is nou juist het mooie van het plan. Dus we moeten er altijd 1 laten staan. En daar zit je winst, nou jij. Hmm. Ik zou het anders aanpakken. Je moet niet verkopen, je moet leasen. Leasen? Ja, leasen. Ja, ga maar na. Iedere keer als jij een auto verkoopt, ben je gelijk de klant kwijt, omdat die auto dan van de klant is. Maar als je leased, blijft de auto voor jou. En blijven ze terugkomen. Dat jij er niet aan gedacht, hè, Kramer? En dan heb ik het niet over maar 1 klant. Nee. 2! Nee, Lenny. Een heel bedrijf. Leasecontracten per afdeling afsluiten. Kijk, dan ga je pas winst maken. Vette winst. Het klinkt goed. Maar dan moet ik wel een verkoper hebben. En het liefst een hele goede. Waarom doe jij het niet? Je hebt toch niks te doen? Ik ben de directeur. Ja, dat zeg ik. Waarom doe jij het niet? Je hebt toch niks te doen? Een goede verkoper is moeilijk aan te komen. Succes ermee, Kramer. Het moet iemand zijn met een zakelijke instelling. Ja, helemaal mee eens, Kramer. Iemand die kan meedenken met de klant. Ja. Vlotte babbel, leuk uiterlijk. Ja, sorry, ik denk niet dat ik dat kan maken tegenover Kobe en tegenover Ellen en Vincent. Oh, maar ik bedoelde ook... Nee, je hoeft ook niet aan te dringen, want ik zit hier echt prima, sorry. Lenny. Jezus, wat ben jij een pitbull. Zeg maar aanhouden, de volhouden, aandringen. Lenny? Ja? Wacht even. Wat, wacht jij nou eens even? Welk gedeelte van nee had je nou nog niet begrepen? De N of de E? Kom op, Kramer, ik werk hier. Ik zat aan Vincent te denken. Vincent? Vincent. Ja. Vincent? Wat ben ik? Wat denk je ervan? Nou, ik denk dat die das voor jou iets te strak zit, Kramer. Want Vinnie gaat hier never nooit niet weg, hè?
Er komen leuke extra's bij kijken, hoor. Ja, al krijgt hij het dubbele, hij is niet geïnteresseerd, hè, Vinnie? Hij gaat er flink op vooruit. Jongen, hij is niet geïnteresseerd, dankjewel. Rolex, nieuw pak, 200 piek per maand. Welk merk? Armani Bos van Gils, je zegt het. Jongen, verspilde moeite, we luisteren al niet meer, hè, Vinnie? En natuurlijk je eigen auto. Ja, dankjewel, we doen het niet. Oké, deal. Voortaan mag iedereen nog maar 2 keer per dag naar de wc. Mens, je bent gek. Nee, zuinig. Weet je eigenlijk wel hoeveel liter water er elke keer wordt doorgespoeld? 10 liter. Hadden wij niet zo'n zuinige wc? Hoe heet dat ook weer? Een spaarpot. Janice, je hebt me gehoord. Maximaal 2 keer per dag naar de wc. 2 keer. En als je de planten water geeft, 1 keer. Kramer, dat meest is gek. Hier moeten we er helemaal mee doen. Dat red jij nooit. Je had toch een plan? Een businessplan, zei je? Ik heb wel een ideetje, ja. Een ideetje? Nee! Ze willen een echt businessplan met tekst en cijfers. Een businessplan, hè? Ja. En schiet alsjeblieft op, want ik word krankzinnig van het mens. Hier. Een vriend van me is vorig jaar een bedrijf begonnen. Robbie's Escort Ladies? Mm-hmm. Je hoeft alleen de naam Robbie's Escort Ladies te vervangen door Kremers Eurolease. En hier en daar nog een woordje. Onze meesteressen laten geen streamen na. Kijk nou toch eens. Oh, dat vind ik toch zo mooi, hè? Die astronauten die hangen daar maar zo in de ruimte aan een draad. Een navelstreng. Hun enige verbinding met de aarde. Nou, die zullen wel 2 keer nadenken voordat ze zich losmaken. Hè, Vince? Ik vind het mooi en spannend tegelijk. Ha! Gewichtloos. Oeh, je losmaken van alle bindingen. Daar hoef je echt de ruimte niet voor in, tante Kobi. Hè, Vincent? Willen jullie wat drinken? Koffie of zo? Nee, ik geloof dat iemand u nog wat moet zeggen. Ja. Hè, Vince? Oh ja. Voorzichtig. Huh? Ik ga weg bij Garage Olympia. Ik zeg nog rustig aan, man. Ga je weg? Ja. Ik ga werken voor Kramer. Als verkoper. Hallo, dat moet je toch ophouden bij tante Kobi? Wat leuk. Je maakt je los. Ja. Tante Kobi, Vincent neemt ontslag. Hij gaat weg. Ik ben niet doof. Maar hij laat u in de steek, tante Kobi. Hallo? Ja, ik ben niet gek ook. Maar hij krijgt een kans. En die grijpt hij met beide handen aan. Ja. Ja, er zijn mensen zoals ik, die blijven hun hele leven op één plaats. Maar andere mensen... Zoals ik. Zoals Vincent. Ja, die zoeken het avontuur, die maken zich los. Dus u vindt het helemaal niet erg dat Vincent weggaat? Nou, ik zal hem wel missen, hoor. Maar ja, voor hem is het hartstikke leuk, hè? Dus u gaat er helemaal niks van zeggen nu? Ik kan hem toch niet vastbinden? Nou, dat heeft hij nog niet eens geprobeerd aan het komen. Come on, Lenny. Hey. Nee, jongen, laat ons hier maar achter, hè. Laat je vrienden maar in de steek, jongen. Lenny, ik ga hiernaast werken. We gaan elkaar elke dag zien. Dat zeg je nu. Dat zeg je nu, man. Alsjeblieft, Monique. Kremers Eurolease. Een businessplan zoals je had gevraagd. Ik zal het zelf even toelichten. Wij verlenen onze service desgewenst ook op de hotelkamer. Ja, de contracten. Die tekenen we desnoods op de hotelkamer. Of thuis of op kantoor. Wij maken geen onderscheid. Ook leveren wij op verzoek de meer exotische modellen? Klopt. Koreaanse modellen, Japanse modellen. De automarkt schuift op naar het oosten. Onze specialiteit is de live show met 4 vrouwen. Staat dat er? 4 vrouwen moet zijn 4 cilinder. Live show met 4 cilindermodellen, daar worden die klanten helemaal gek van. Ik weet niet waar jij dit plan vandaan haalt, maar... Van een escort service. Dankjewel, Janice. Maar ik heb het echt helemaal gehad met jou, je domme plannen. Ik werk maar maanden uit de naad voor jouw bedrijf. En dat waarderen we heel erg. Toch, Janice? Ik mag van haar niet meer naar de wc. Ik sta compleet voor gek. De bank heeft mij deze zaak toevertrouwd en jullie laten me gewoon vallen. Vinnie gaat weg bij Graas Olympia. En ik geef een groot afscheidsfeest, dus als jullie willen komen, dan... Sorry, maar we zijn nu in bespreking. Lee, kan ik bij jullie even naar de wc? Ja, tuurlijk. Gaat het met je mee? Ja, ik... Monique, kom mee.
Dan zwaaien we Vincent uit en dan vertel ik je meteen van mijn echte plan. Je echte plan? Wil je mijn plan horen? 2 ontslagaanvragen en 3 weken vakantie. Mag jij raden voor wie die vakantie is? Dankjewel, Monique. Zou je goed voor Vincent zorgen? Tuurlijk. En u mag hem zo vaak bezoeken als u wilt. Alleen u. Ah. Ik weet niet, hè? Zie je er mooi uit. Mag ik daar nog? Nou, ik had al wat voorbereid, dus... Lenny, ik zal het kort houden. Jij mag zo, ja? Ja, maar ik goed. Wilde... Vincent stapt op. Het einde van een tijdperk. We hebben gelachen. Ja. We hebben gehuild. Maar het moest er eens van komen. Vincent had altijd voor iedereen een goed woordje over. Kinderen konden rekenen op zijn enthousiasme. Ouder vandaag op zijn geduld. We zeggen dan ook dag tegen iemand die nieuwe betekenis gaf aan de woorden moed, vriendschap en plaatsvervangende schaamte. Vin, tabé. Daar ga je. Zo. Zie je dat te plekken? Was de grafrede van mijn opa iets aangepast? Nou, lieve mensen. En Kramer. Vincent. Lief jongen. We vinden het heel erg dat je weggaat. Doei. Lenny. Lenny. Maar. Ik ben sprakeloos. Nu ik wegga, mag jij natuurlijk mijn lokker hebben. Ja? Behandelen met respect. Ja. Misschien af en toe even uitruimen? Ja, dat doe ik. Aha. 1 keer in de week een sopje. Ja. Oh, en krassen bijlakken. Er staat een potje lak onder in de kast. Ja, dat doe ik. En het slotolie. Ja. Oh, en iedere 2 maanden het kastpapier vervangen. Ja, maar het is nou mijn lokker, oké? Bepaal ik zelf wat ik ermee doe. Even dank. En jij, Ellen. Jij mag mijn overal hebben. Wat moet ik daar nou mee? Geen idee. Maar die overal heeft hele spannende dingen meegemaakt. Ja, bij 60 graden in de wasmachine. Sorry dat ik onderbreek hoor. Misschien heb ik wel helemaal niet goed geluisterd. Maar waar ga je eigenlijk naartoe, Vincent? Hele goede vraag, Monique. Hele goede vraag. Nou, dan zal ik het nu maar onthullen. Mag ik je voorstellen? Sterverkoper van Kremers Eurolease. Vincent. Wauw. Oh ja? Daar heb ik helemaal geen toestemming voor gegeven. Kremers Eurolease heeft toch een verkoper nodig? Ja, een verkoper, geen monteur. Ja. Je hebt helemaal gelijk, Monique. Helemaal gelijk. Het was ook maar een grapje. Ja? Dan ben je terug. Man. Ik zocht alleen maar naar een goede reden om een mooi pak aan te kunnen trekken, zodat ik je iets heel belangrijks kan vragen. Nou, wat? Ja? Monique. We kennen elkaar nu al zo lang, maar ik heb je nooit verteld dat je vanaf het eerste moment enorme indruk op me hebt gemaakt. Ik, hè? Ik zou het mezelf altijd kwalijk blijven nemen als ik je nu niet zou vragen of je misschien een keer met me uit zou willen. Wij tweeën. Dan ga ik eerst lekker voor je koken. Daarna samen naar de opera. Daarna misschien nog wat drinken. Wat denk je? Mag ik dan nu je huissleutel? Huissleutel? Dan kan ik vast het diner voorbereiden voor vanavond. Thijs? Zo. Overtuigd? Wat? Ik als verkoper. Ik had je zo een leasecontract aan kunnen spelen. Net zo makkelijk. Vuilak! Wat ben jij een misselijk mannetje? Ik deed alleen maar aardig tegen jou, maar jij moet weer misbruik van de situatie maken. Precies, net als een verkoper. Yes! Oh nee, komt helemaal niks van in. Gaat absoluut niet gebeuren. Jij komt niet bij ons werken. Dom idee. Nou, dan moet jij zeker je lokken weer terug. Arme Vincent. En waarom vragen we niet gewoon of hij terugkomt? Nou, ik ga het hem wel even vragen. Nee, Len, laat hem maar even zweten. Ja, maar straks gaat hij weg, hè? Vincent, geloof me maar, die komt met hangende pootjes terug. Als hij zich eenmaal realiseert dat hij ons mist. Lachen. Wat? Lachen, ik heb net een mop verteld. Hey, Vincent. Waar lachen jullie om?
Oh, dat begrijp je alleen maar als je hier werkt. Wat lul je nou? Ik ben pas 3 uur geleden opgestapt. Ja, dat was ook lachen, man. Oh jee, ik voel hem al. Een koffie? Ja, lekker. Jij, Vinnie? Nee, Vinnie, die werkt er nu niet meer, hè? Die mist dat nu allemaal. Kom op, El. Ik heb nu eenmaal mijn beslissing genomen. Ja, ik geef je meteen je lokken terug. Kom maar, Vin. Hey, ik moet me losmaken. Tante Kobi zei het ook al. Ik ga weg. Over weggaan gesproken? We hebben binnenkort het personeelsuitje. Meneer? Doet er niet toe. Je werkt hier toch niet meer? Trouwens, over weggaan gesproken. Ik heb hier de afgelopen 2 jaar 2 hele goede vrienden gemaakt. Daarom ben ik nog hier. Oh ja, 2 hele goede vrienden. Wie zijn dat al? Goedendag. Sorry dat ik stoor, maar zou iemand mij even kunnen helpen? Ik heb problemen met mijn ruitenwisser. Oh, doe ik wel. Afscheidscadeautje. Goedendag. Vincent. Hooghout. Hallo. Zie je nou wel? Je had nooit zo moeten overdrijven met je personeelsuitje. Len, ik wist toch niet dat hij echt weg zou gaan? Nou, hij is nou weg. Goner. Doei. Weet je, ja, al die kleine reparaties kunnen natuurlijk behoorlijk optellen. Ja. Waarom laat u het onderhoud niet verzorgen door Garage Olympia? U kunt zelfs voor uw hele afdeling een onderhoudscontract laten afsluiten. Ah, ja. Komt u voor mij? Werkt Vincent weer voor ons? Wat? Gekwalificeerd personeel, moderne garage, volledig uitgerust. Ja, vanmorgen nog tot 9:30 uitgeslapen. En tegen kleine premie kunnen we alle wagens van uw bank een jaar lang onderhouden. We sparen een heleboel tijd en energie en ergernis. Oké, klinkt goed. Afgesproken? Afgesproken. Afgesproken. En dat moet ik zo meteen zeggen tegen mijn supervisor als hij langskomt. Dat hij maar 2 keer naar de wc mag. Dat ik een plan heb. Een plan? Vincent als verkoper? Wat had je nog meer gedachten? Kobi als bedrijfsleider? Hallo, stoorde me? Dat Kobi, laat dan maar. Jij dacht dat hij een goede verkoper was, hè? Nou, hij heeft net iemand een onderhoudscontract aangesmeerd. Nou, het is nog niet helemaal rond, hè? Hij belt morgen op. Wat zeg je daarvan, hè? Hè? Is hij een goede verkoper of niet? Nou, hoe kom je eigenlijk aan dat pak? Hè? Dat dacht ik al. Uittrekken. Wat? Ja, trek uit dat pak, trek uit. Dat pak is van ons. En dat horloge kun je ook gelijk meegeven. Monique. Een verkoper moet er representatief uitzien. Vincent is geen verkoper. Ja, dat is hij wel. En een hele goeie ook. Hij heeft net voor ons een onderhoudscontract geregeld. Ja, voor het verkeerde bedrijf. Dan had je hem ook moeten aannemen. Hallo? Vincent is geen verkoper. Hallo? Oh. Wat ik dus nou wel even wil weten. Wanneer gaat Vincent uit de kleren? Vinnie, you're back, man! Ik heb het gemist. Len, ik ben alleen mijn tas vergeten. Nou. Waar staat hij? Wel raar, hoor. Nou, dan ga ik maar weer, hè. Ja. Oké. Zie je wel. Wist het. Je bent net als ik. Ik zei nog tegen tante Kobi. Ik ben Vincent, alleen die mijn tas vergeten. Oh, waar ga je dan naartoe? Misschien Suriname. Leuk. Ja. Hey, Vince, nog 1 kopje koffie? 1 kopje. En een koekje? En een koekje. Blijf je ook eten? Chinees? Ja. Waar blijft je koffie? Die komt niet. Wat? Wegbezuinigd. Maar ik kan wel 2 glaasjes water brengen met een koekje. Oh nee, dat mocht natuurlijk ook niet meer. Oké, dus dan worden het 2 glaasjes water zonder koekje. Verder nog iets? Monique, dit is niet zo best. U heeft helemaal gelijk. Genies, 2 koffie. Nu. Met een koekje erbij. Ik had het over de boekhouding. Dit bedrijf zit zwaar in het probleem. Ja, ik heb geprobeerd de uitgaven te beperken, maar ik word iedere keer weer tegengewerkt door Kramer, die weer met een raar plantje aankomt dat handenvol geld kost. Gisteren nog kocht hij zomaar een duur pak voor een wildvreemde. En Janice, die heeft een gat in de hand. Die koopt allemaal dingen die we absoluut niet nodig hebben. Zoals koffie en toiletpapier. Meneer Hogehout, ik verzeker het u, het is niet mijn schuld. Als het aan mij ligt, wordt er geen cent meer uitgegeven. Monique, ik wil juist helemaal niet dat je gaat bezuinigen. Niet? Dit bedrijf moet juist innoveren om te kunnen overleven. Kramer Mansveld junior. Hooggehaald. En om te innoveren moet je soms juist geld uitgeven. Zie je nou wel. Zie je nou wel?
Als je maar een goede visie hebt, een goed plan, dan mag het best een paar stuivers kosten. Dus die koffie is geen probleem, dat is mooi. Kremers Eurolease. Pardon? Ja, we willen naast onze bestaande showroom een aparte leaseafdeling opzetten. Daar zijn we het nog helemaal niet over eens. Klinkt goed, ga door. Ga door. Langlopende leasecontracten. Langlopende leasecontracten? Ja, met kantoren en bedrijven. Leasecontracten. Leasecontracten. Auto's afzetten per bootlading. U kent dat wel. Natuurlijk kent u dat wel. Lange termijn betalingsgaranties. Kortom, het hele pakket. Klinkt goed. Klinkt goed. Klinkt goed. Hoewel, het hangt er natuurlijk wel vanaf wie de acquisitie gaat doen. Je moet een goede verkoper hebben. Kijk, dat is heel belangrijk. Als jullie nou bijvoorbeeld zo iemand zouden hebben als de jongen van hiernaast, met wie ik gisteren een onderhoudscontract heb afgesloten, dan zie ik het helemaal zitten. Die jongen van hiernaast? Ja. Die donkere jongen? Ja. Dat is hem. Dat is onze sterverkoper. Wat een toeval, hè? Wat een toeval, hè? Ja, wat een toeval. Nou, als dat het geval is, dan kan ik u zeggen dat de bank uw voorstel met belangstelling en vertrouwen tegemoet zal zien. Ik heb alleen nog even het businessplan nodig. Die stuur ik morgen wel even op. Ik moet nog een paar dingetjes veranderen. Ah. Hartelijk bedankt, meneer Hogehout. Tot ziens. Ja, hartstikke bedankt. Goed. Tot ziens. Laat mij uit. Ja. En nu? En nu komt het allermoeilijkste. Excuses aanbieden aan Vincent. Op je knieën door het stof. Slijmen totdat je er beneden valt. Kwijlen totdat je over je eigen kwijl uitglijdt. Hey, vrienden, hoeveelste keer is het vandaag dat je weggaat? Want ik word er een beetje gek van. De laatste keer, Lenny. Ja? Hey, meneer Van. Kom hier. Kom. Gelukkig. Hij is er nog. Nou, dan gaat hij. Nee, laat mij maar even. Oh, Monique, dat pak heb ik gisteren al teruggegeven. Dit zijn mijn eigen kleren. Leuk dat ik je nog even zie. Ga je nu definitief weg? Yep. Jammer. Ik heb het er wel een beetje moeilijk mee, hoor. Nu we elkaar net een beetje beter leren kennen. We? Ik ben gisteren voor jou de kleren gegaan. Maar jouw ondergoed heb ik nog niet gezien. Wil je dat soms? Nee. Wat heb je hieronder aan? Iets stouts. Iets ondeugends. Iets doorschijnends. Dit is wel heel doorzichtig. En wie ga je daarmee gek maken? Wie denk je? Hoe is je daddy? Jij? Mag ik dan nu je huissleutels? Huissleutels? Kan ik vast het bad vol laten lopen? Hey Kremer, wat is hier nou van de bedoeling? Hoe vaak moet ik dit nou nog doen? Shit, rotzak, doe je het weer! Jij begon. Vincent. We hebben het er nog eens over gehad. Monique en ik. En we hebben besloten, na lang beraad, dat je misschien mag terugkomen bij Kremer Eurolease. Misschien. Echt waar? Ja. Kan niks beloven, misschien. Vincent ook niet. Wat? Vincent heeft namelijk intussen al een heleboel andere aanbiedingen gehad. Oh ja, is dat zo? Ja. Hij kan overal werken. Zelfs in Suriname. Dus ik weet helemaal niet of Vincent dit wel wil. En gisteren was je nog geïnteresseerd? Ja, en gisteren droeg je ook nog een mooi pak. Oké, krijg je pak weer terug. En zijn Rolex? En je Rolex. Wat voor auto wil je rijden, Vince? Cabriootje. Cabriootje. Rood? Rood. Kunnen we niet beter Ellen nemen? Lijkt me een veel betere verkoper. Nee, zij is veel te hard. Dat zie je toch? Oké, Vinnie. Deal. Deal. Hey, Vin, vergeet je niet te schrijven. Oh, wauw. Is dat pak niet van oom Theo geweest? Ja, problemen mee? Oh, nee hoor. Ik zou niet durven. Goed zo. Want ik ben namelijk ook van plan me los te gaan maken. Dus als iemand mij een baan aan wil bieden... Voor een cabriootje ben ik je man. Mercedes? Renault? Mazda? Lada, wie biedt? Een step? Je mag het pak houden. Deal. Nee.